Willem en Lampje Toering uit Haskerhorne zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Maandagochtend 9 mei reikte burgemeester Miri Lohman de bijbehorende versierselen aan hen uit tijdens een bewonersbijeenkomst in woonzorgcomplex Vegelingstaten in Joure. Ik heb de keten om en die draag ik niet dagelijks, moet ik u zeggen. Het is namelijk zo dat onze Hare Majesteit het heeft behaagd om u een orde te doen toekomen. Zo, alstublieft. Van harte gefeliciteerd. En heel veel geluk ermee. Ja, ja. Nou, hij staat prachtig onder. Van harte gefeliciteerd. Oh ja, dank je. Ja, dank je. De beide toerings kregen hun koninklijke onderscheiding voor hun vrijwilligerswerk voor verschillende organisaties. Zo is het echtpaar sinds 1987 nauw betrokken bij toneelvereniging De Frieske Krieten. Vanaf 1995 is het echtpaar vrijwilliger bij woonzorgcomplex Vegelingstaten. Ook is het echtpaar toering actief bij Museum Joure.